Welkom terug bij Café Tinto. Er is nog hier heel wat afgesproken, afgepraat. We hebben niks afgesproken, hè? Nee, afgemopperd. Jij hebt gemopperd en dan zegt Marco, nee, je moet niet mopperen. Ja, precies. Als jij profeet wil zijn, ik hoef dat niet per se. Jij hoeft geen profeet te zijn. Hè? Ben jij profeet een beetje? Nou, ik vind wel, ik zie dat gemopper, we zitten in een gekke tijd en het is wel belangrijk dat een paar mensen dat doorhebben die het dan gewoon verspreiden. En dat heeft vaak een mopperende boodschap. Maar op zondag verspreiden wij het evangelie en door de week kijken wij politiek wat er fout gaat. Oké, heel goed. De vinger bij de pols. Belangrijk. Dan ga ik nu in gesprek met Edgar. Ooit nam jij eens een jointje. Daar begon het dus mee. Ja. En je had het gevoel dat, ach joh, het maakt allemaal niet zoveel uit. Ik heb dat wel onder controle. Maar dat is op een bepaald moment volstrekt uit de hand gelopen allemaal, hè? Ja, zeker. Ja, je gebruikte cocaïne en ik begreep dat dat op een bepaald moment te duur was en dat je toen overging naar een minder soort. Nou nee, het is eigenlijk meer een combinatie geworden van. En in de eerste is het toen ik begon met mijn eerste jointje. En dat is, er wordt vaak gezegd, hè, van ga niet met slechte vrienden om en dat soort dingen. Daar word je voor gewaarschuwd als kind zijnde. En ik heb mijn eerste jointje heb ik gerookt met mijn oom. Dus wat ik hiermee wil zeggen. Goede vrienden. Ja, nou, wat ik hiermee wil zeggen is van. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit van met wie je eigenlijk omgaat. Het gaat om de keus die je zelf maakt. Weet je? En het kan net zo goed in je eigen familie zitten. Of dat het de buurjongen is of degene van vijf straten verder. Ja, maar dus, is het daar misgegaan? Ik bedoel, nou, je eerste jointje. Want sommigen zeggen: ja, jongen, de een rookt, de ander die vindt het leuk om wat te drinken. Het is een genotsmiddel. Ja, nou, het is een genotsmiddel. Alcohol is ook een genotsmiddel. Alleen de vraag is, waar leg je je grens? En waar ga je dat, zeg maar, jouw leven laten bepalen? En ik denk dat bij mijn eerste jointje dat mijn verslaving op dat moment al aangewakkerd werd. Omdat ik geproefd ergens van en er ook achter kwam dat dat een vlucht was. Dat ik kon vluchten uit de realiteit. En wat ervan maakte is dat ik alleen maar nieuwsgieriger werd naar andere soort middelen, andere soort manier van vluchten. Waarom wilde jij vluchten dan? Waarvoor? Als kind zijnde. Ik moet vooropstellen, ik heb een hele goede opvoeding gehad. Maar als kind was ik ongelukkig. Waarom ik ongelukkig was, dat had eigenlijk meer te maken met mijn eigen denken als kind terwijl ik opgroeide. Kijk, mijn ouders die hebben altijd het beste voor mij gewild. Alleen ik wou iets anders. Ik wou een bepaalde vrijheid, wou ik in mij. En ik moest als kind zijnde wel zeg maar gehoorzamen aan mijn ouders. Waardoor ik, zeg maar, recalcitrant werd. En ja, dat soort dingen. Je was gewoon een rebellerende puber. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Ja. Want ik zal nooit mijn opvoeding de schuld geven van mijn gebruik. Want het zijn keuzes die ik gemaakt heb. Mm-hmm. Weet je, en dat het geen goede keuzes geweest zijn, zo so be it. Weet je. Je zegt niet, de oorzaak ligt elders. Dat hoor je nog wel eens. Ja, ja. Ik ben slachtoffer en daardoor is het ontstaan. Ja. Maar je zegt niet, Klopt. Ik ben slachtoffer, ik ben de veroorzaker Tuurlijk zelf. Tuurlijk zijn er dingen misgegaan in mijn opvoeding. Maar ik bedoel, er zijn misschien wel duizenden waar de opvoeding ook daar dingen in misgaan. Maar dat wil niet zeggen dat ze dus grijpen naar middelen. Ja. Weet je, dus voor mij is het nog steeds een keuze die ik zelf gemaakt heb. Hoe oud is het met die eerste joints? 13. Ja. Nee, je kunt er niet jong nog mee beginnen, hè? Lijkt het dan. Nou, tegenwoordig, ik moet wel zeggen, tegenwoordig is het nog jonger zelfs. Dat je ziet dat mensen, 11, 12 jaar, dan begint het al. Ja. Ik las dat je in een interview zei, wat verslaving doet, voor mij is verslaving duivels. Ja, dat is zeker duivels. Ik bedoel, het is een vorm van gebondenheid. En de Bijbel is daar duidelijk over. Weet je, gebonden door een duistere macht. En zo zie ik verslaving, dat je gebonden bent door een duistere macht. En dat, mijn inziens, kan alleen verbroken worden door daar iets tegenover te zetten. En tegenover het donker staat het licht. En voor mij is het licht Jezus. Weet je, dus verslaving is een vorm van gebondenheid. En als je dan kijkt, bijvoorbeeld binnen andere culturen, dan als ik kijk bij de Surinaamse cultuur, wordt er wel eens gezegd van dat het daadwerkelijk duivels is. En dat daar ook allerlei culturele dingen ingezet worden. Men gelooft niet zozeer in een ziekte.
maar dat het duivels is bezeten. Ik sprak laatst ook iemand, dat was een Marokkaanse man. En die zei dat dus ook. Dus het blijkt dus dat binnen bepaalde culturen dat men dat daadwerkelijk zo ziet als een vorm van gebondenheid. Ja. Wanneer ging het echt mis? Want een jointje, dat klinkt nog redelijk onschuldig. Hè? Wanneer... Wanneer ging het echt mis? Het ging echt mis het moment dat... het is heel lastig. Het ging echt mis toen ik zag dat mijn leven niet meer mijn leven was, maar dat mijn leven in dienst stond van het middel. Van de drugs, ja. En de reden waarom ik dat zeg is omdat er zoveel ontkenning is, hè, in de eerste instantie. En het heeft heel lang geduurd voordat ik daadwerkelijk ging erkennen dat ik een probleem had. En als je praat over ontkenning, dat betekent, wat ik ook vaak om me heen zie gebeuren, is ontkenning wil zeggen dat je eigenlijk al bezig bent met een oplossing. Weet je, dus je zal... Ik heb altijd gezegd van nee, morgen minder. Of volgende week wordt het anders. Ja, als ik dan weet doe. Je dat het niet oké is. Ja, daarom. Ja. Je weet dat het niet oké is, maar je wil nog niet toegeven dat je daadwerkelijk een probleem hebt. Ja. Want je bent zelf al bezig met oplossingen. Nou, wanneer maak je dan die keuze om te zeggen van oké, nou moet ik er iets aan doen, is het moment, wat wij dus noemen rock bottom, is het moment dat je dus geen keuze meer hebt. Dan zit je op de bodem van. Klopt, ja. Dan is het dus alleen maar leven of dood. En nog even doodgaan, nog even verder gaan, is de dood. Ja, dat is je laatste stap nog. Ja. En ik geloof dat, dat ieder mens zeg maar een bepaalde vechtlust in zich heeft. Mm-hmm. En toch een bepaalde, hoe zwaar dan ook, even een moment van, hoe zeg je dat, nuchterheid misschien ook wel realiteit heeft. Waardoor er een gevecht ontstaat. En sommigen die verliezen dat gevecht en die gaan daadwerkelijk dood. En anderen die kiezen daarvoor om toch te gaan in herstel. Jij wilde voor herstel, hè? Want je bent afkikkliniek en je hebt van alle mogelijkheden aangegrepen om er vanaf te komen. Ja. Maar je viel ook steeds weer terug. Ja, ik viel ook steeds terug. En ik heb het gedaan via de reguliere instellingen. Ik heb het therapeutisch gedaan door middel van ook zoals de Bhagwanda. Dan had je allerlei meditaties. Wat deed je dan? Ging je dan in lotushouding? Nou, niet zozeer in lotushouding, want zo lenig ben ik niet. Maar, maar het was dus ook vaak dat je dus de om-meditatie en dan had je de meditaties zoals de Kundalini, de Nataraj. Dat waren allemaal meditaties waarin je dus het contact met jezelf moest maken. En wat er ook was, dat je met rebirthing, al dat soort therapeutische technieken te maken kreeg. Het heeft niet veel geholpen, want het ging nogal vrij snel ging het weer mis. Ik heb daarna, nadat ik terugviel in 92, want mijn eerste poging heb ik gedaan in 91. Heb ik mijn eerste poging gedaan om af te kicken. Ja. In 92 ben ik weer zwaar teruggevallen na 13 maanden in de kliniek. Dus als je weer buiten kwam en op jezelf werd teruggeworpen, klopt, ging het weer mis. Ja, en wat ik later gezien heb, is dat er een bepaalde leegte was. En die leegte, dat moest opgevuld worden. En wat die leegte nou precies was, dat kon ik niet uitleggen. Maar je was wel, je komt wel uit een christelijk nest. Ja. Dus jij wist, je kende God, je kende Jezus? Wel van gehoord. Ik moet daar eerlijk in zijn door te zeggen dat ik er wel van gehoord heb. Ik heb me er nooit in verdiept. Dus het was ergens kennis, klopt. Maar het zat niet in je hart? Jezus zat niet in mijn hart, nee. Okay. En het was zelfs zo dat ik daar ook regelmatig de spot mee dreef. Dat was zo. Mm-hmm. En weet je, als ik kijk, mijn ouders, die hebben wel dat geprobeerd. En dan moest ik naar de zondagschool. Maar ja, ook daar maakte ik er een zooitje van dat ik op een gegeven moment ook niet meer welkom was. Als je als klein jochie al een beetje een rebelletje was, ben je dat altijd geweest? Een rebelletje, ik weet niet of je het zo moet noemen, ik ben altijd op zoek gegaan naar grenzen. Ja. Dat is een rebelletje. Ja. Maar
Ja, ja. Voor mij is er een belletje, dan blijft het nog een beetje binnen de perken. En ik ben behoorlijk buiten mijn grenzen gegaan. Dus dan is het niet meer rebels, maar dan praat men dus over het crimineel. Weet je, en daar zie ik het verschil in. Ja, dat klopt. Ja, rebels is een corrigerende tik en een crimineel, die straf je gewoon. Klaar. Oké. Okay. Weet je, dus... Ja. Ja. Heb jij jezelf het label crimineel gegeven op een bepaald moment? Nou, ik heb op een gegeven moment wel activiteiten moeten ondernemen, ja. Om daadwerkelijk aan mijn middel te komen. Ja. Je moest stelen? Ik moest stelen, ja. Ik moest roven. Ik moest, ja. Hoe is dat als je zo ver bent gekomen? Hoe kijk je dan in de spiegel of kijk je niet meer in de spiegel? Je kijkt niet meer in de spiegel. Waarom? Nou, omdat ik denk dat... Om geconfronteerd te worden met dat stukje, dat wil je niet zien. Want je ontloopt jezelf een beetje. Ja, ja, want ik geloof dat ieder mens, in wat voor situatie ook zit, dat altijd die twee aanwezig zijn. Het goede en het kwade. En het moment dat je kiest voor het kwade, dan wil je het goede niet zien. En het kwaaie zou je altijd ervan afhouden om het goede te zien. En dat is wat er gebeurde. Verblind door het middel. Want mijn leven stond in het teken van het middel. Ja. Dus ik deed er ook alles voor. Ja, je was een slaaf van het middel. Ik was slaaf van het middel, ja. 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 En heeft justitie jou wel eens gegrepen? Justitie die heeft mij regelmatig gegrepen, ja. Heb je nog een strafblad? Ik heb een strafblad en ik heb begrepen dat blijft. Ja. Dat is iets wat je de rest van je leven meeneemt. Geen genade. Is hetzelfde als met mijn verslaving. Ja. Weet je? En, blijf je verslaafd? Blijf je een verslaafde? Je blijft een verslaafde. In die zin, je bent altijd, hoe zeg je dat? Vatbaar voor verslaving. Omdat het in me zit. Mm-hmm. Dat is iets wat in me zit. Ik noem het altijd, ik heb last van de ziekte van meer. Dus ik kan niet doseren als het gaat om geestverruimende middelen of gedragsveranderende middelen. Daar heb ik geen grens in. Dus je zegt, daar blijf ik gewoon. Ik ben heel verslavingsgevoelig. Ja. Ja. Mm. Wat ik in jouw verhaal heel apart vond. Op een gegeven moment krijg je een interessante klus. Ja. Die waarschijnlijk behoorlijk lucratief is. Ja, zeker. Ja. En dan besluit jij samen met een vriend. Ja, maar daar moeten we wel clean voor zijn. Mm-hmm. Want anders kunnen we hem niet uitvoeren. Mm-hmm. Dan gaan jullie op zoek naar een afkikkliniek. Ja, ja. En dan kom je bij Horeb in Apeldoorn direct. In Apeldoorn, in Beekbergen. Nou, ja. Jouw vriend die is na een dag, heeft hij het gezien. Ja. Hoe ging het met jou? Nou, ik heb er 15 maanden gezeten. En de reden daarvan is dat eigenlijk... Ik was daarvoor was ik al tot bekering gekomen. En dat was in 2005. Nou, wat ik net ook vertelde. Ik ben toen getrouwd geweest. En het ging dus goed. Het lukte mij om een paar jaar abstinent te zijn van de drugs. Ik dronk wel. Maar op een gegeven moment, na mijn huwelijk, ging het ook valikant mis. Binnen een jaar was het dus het huwelijk op de klippen gelopen. Ja. Door mijn terugval. En ik kwam toen via een neef van mij. Ik heb eerst bij hem in huis gezeten. En heel schandelijk dat hij heeft het... De kamer van zijn dochter heeft hij dus leeggemaakt. Zodat ik daarin kon verblijven. Ja. En toch zo respectloos. Toch drugs meenemen in zijn huis. En gebruiken in het kamertje van het meisje. Weet je? En dat hij op een gegeven moment ook tegen me zei van ik hou van je. Maar we zullen iets anders moeten zoeken. En daar deed hij iets. En hij zei toen tegen mij van... Is er ooit wel eens voor je gebeden? Ik had zoiets van ja. En toen bad hij voor me. Toen ging hij bidden. En daar gebeurde er iets toen. Ik brak. En ik ging huilen. En ik weet niet waarvoor. Het voelde als een soort bevrijding. En het vreemde daarvan was... Dat het moment dat ik weg was... Dat ik daar wegging... Was het ook weer weg. Ik werd weer in beslag genomen door mijn gebruik. Nou, ik ben toen bij Victory Outreach terechtgekomen. Dat noemen ze ook wel eens de verslaafde kerk in Rotterdam. Ja. En daar ben ik eigenlijk tot bekering gekomen. Wat in de eerste instantie best wel wat voet in de aarde had. Want ik was nogal, ik zoiets had van ja, ik weet niet wat het is. Is het nou een secte? Maar op een gegeven moment, toen ik merkte dat... Hoeveel vrijheid ik kon vinden binnen het geloof, oftewel de liefde ervaren.
dat zette mij toen wel op andere ideeën. Maar dat wil niet zeggen dat het goed ging. Want ik merk bijvoorbeeld dat ik de eerste liefde van Jezus daar ontdekte. En mijn hart stond open. En het was zo overweldigend. Iets wat ik nog nooit had meegemaakt. En daar leefde ik. Ik zat in een soort van euforie. En het moment dat ik daar wegging. En ik in mijn baan had ik intussen tijd terug. En andere baan, een andere functie. Ik kon heel snel een huis in Den Haag kon ik dan kopen toen de tijd. En dus alles heb ik toen opgedragen aan de Heer. Ik was zo dankbaar. En dat was in februari, in mei het koopcontract getekend. In mei verhuisd. En in september van hetzelfde jaar ging het weer valikant mis. En dat was in 2006. Ja. En in 2007, toen ben ik dus inderdaad naar Horeb toe gegaan. Maar ik heb toen nagedacht, want het rare daarvan was, ik zat nog heel erg in mijn ontkenning van, nou, heb ik nog in de hand. En de persoon waar ik op dat moment mee omging, die had dus het idee om dus inderdaad, zeg maar, dat we zouden gaan afkicken. En hij kwam ook met het idee van Horeb. Ja, mooi. Mm-hmm. Weet je, terwijl het iemand was, ondanks mijn gebruik, dat ik toch soms op adressen zat en ik zat het evangelie te verkondigen, hoe krom misschien dan ook. Ja. Weet je, maar wat het wel gedaan heeft, en dat zijn twee mensen die hebben zich laten dopen. Een gegeven moment, ja, twee gebruikers, ja. En dus ik had zoiets van, nou ja, ik weet niet wat God hiermee wil zeggen, maar dit is wat er gebeurt. En ik ben daarover gaan nadenken en toen had ik zoiets van, is dit de manier waarop ik mijn leven wil inrichten? Wil ik mijn hele leven vluchten? Wil ik mijn leven stellen ten dienste van de criminaliteit? Terwijl ik in de tussentijd ook kinderen had. Ja. En toen heb ik besloten van, nou nee, ik ga dat toch anders doen. Ik kies voor het leven. En het mooie is dat toen ik op Horeb was en ik tot die beslissing gekomen was. Ik stond daar een middag of zo, stond ik op het terras. En ik kijk en ik zie dat ik met twee voeten, of met elke voet op een aparte stoeptegel stond. En in één keer kreeg ik het door van, hé, maar dit is mijn leven. Ik leef in twee werelden. En toen heb ik gezegd van, dit is niet wat ik wil. En toen zei ik van, Vader, als u mij helpt om mijn leven op de goede rit te krijgen, dan kies ik voor u. En ik heb toen die ene voet bij de ander gezet op één tegel. En sinds die tijd eigenlijk ben ik ook op mijn belofte blijven staan. En ik bedoel, God blijft altijd op zijn belofte staan. Ja, maar daar maak je een afspraak met God. Ja. Want hier ben ik. Klopt, hier ben ik. En ik heb u nodig. Ja. Want ik kan het alleen niet. Ja. Ja. En vanaf dat moment kreeg je de grip op? Ja, op dat moment kreeg ik daadwerkelijk grip op mijn leven. En grip op mijn leven. En dat had alleen te maken doordat ik mij heel erg ging verdiepen in het woord. En gelukkig, en daarom denk ik van Gods wegen zijn ondergrondelijk. Want ik kom op Horeb terecht. Een christelijke woon- en leefgemeenschap. Ja. Waar er eigenlijk geen programma is waar er gezegd wordt door therapeuten of door hulpverleners wat je moet doen. Nee, er zijn zorgcoördinatoren waar je je gesprek kwijt, waar je dingen kwijt kan. En voor de rest is er heel veel gebed. En nou, dat is waar ik op een gegeven moment ook heel erg fanatiek mee aan de slag ging. Ja. Ja. Heb je het nog goed kunnen maken met je slachtoffers? Ja, ik heb met mijn slachtoffers in die zin dat Niet allemaal. Ik heb mijn slachtoffers in mijn directe omgeving. Daar heb ik het wel goed mee gemaakt. En ik weet nog dat ik aan de keukentafel zat met mijn moeder. En want ik heb ook gestolen van mijn moeder. Ik bedoel, ik heb mijn moeder tot wanhoop gedreven. Ja. En het mooie is, mijn moeder die heeft altijd een fotootje van mij. Heeft zij altijd in haar Bijbel gehad en daar ze altijd voor bad. Okay. En ik dacht Psalm 119 vers 33 of zo. En ik ken hem nu uit mijn hoofd, hoor. Weet je, en ik heb ook tegen haar, ik heb vergeving gevraagd. Ja. Weet je, ik heb vergeving gevraagd bij mijn kinderen. Ja. Weet je, en ik heb vier kinderen uit drie verschillende relaties. Ja. En ook bij hun. Ja. Weet je, omdat ik altijd gedacht heb, als ik nu een andere baan, een andere relatie, dan wordt mijn leven anders. Ja, maar dat is verleden. Ja, want dat gat aandien zit er nog steeds. Ja, weet je, en ik heb ik heb een boek thuis en dat is een boek over heel kort nog, Edgar, dat moet afronden. Ja, want daar staat in A God-Shaped Hole.
En inderdaad, dat gat die ik in me had, dat was een leegte die alleen maar door God gevuld kon worden. Ja. En het moment dat ik God dus aannam, was die leegte dus ook gevuld. En dan had ik ook het gevoel, en ik heb nog steeds het gevoel dat mijn leven compleet is. Je is de man uit één stuk. Maar ga eens bij die mensen langs die je beroofd hebt. En ik wil wel betalen wat jij geroofd hebt. Het geld wil ik wel aan jou geven, dat jij het terugbrengt bij die mensen. Ja. Oké, okay. Jullie hebben een deeltje, zie ik. Vind ik wel een hele uitdaging, hoor. Oké, gaan we samen? we moeten afronden, Cor. God doet wonderen, moeten die mensen gaan beseffen. Ja. Poel. Edgar, wat is jouw gebedspunt? Jij krijgt even een andere input van Cor. Mijn gebedspunt is, kijkende naar de feestdagen die eraan komen en de donkere dagen, dan zou ik graag gebed willen voor degenen die nog op straat leven. Degenen die nog gebukt gaan onder verslaving. Dat ze een mooie plek en een warme plek mogen vinden. En ook een liefdevolle plek. Mooi, dankjewel. Ja. Dat is het gebedspunt van Edgar. Cor zei dat kerst meer is dan folklore, dat ze dat zullen ontdekken. En Marco, bidden voor ex-moslims, ook in Nederland, want het is soms ook gevaarlijk hier voor hen. Dank jullie wel voor jullie bijdrage deze morgen. U bedankt voor het kijken. Graag tot morgen.